Rogier, textiel pakken, dat kennen we. En ook de toepassing van Gore-Tex staat er vaak op. Maar wat is dat Gore-Tex nou precies? Gore-Tex is eigenlijk een folielaag die verwerkt zit in de jas. Die geperforeerd is door miljoenen gaatjes waar niet te zien is met het blote oog. Mm-hmm. De vaste waterdruppel die komt niet van buiten naar binnen. Maar de waterdamp, het zweet van de mens, die gaat gewoon naar buiten toe. Dus het is een folielaag die heel goed ademt, maar wel echt heel goed waterdicht is. Maar nou zit eigenlijk in elk textielpak zit toch wel een waterdichte tussen haakjeslaag? Ja, ja, als je nou in de cijfers gaat duiken, dan kan Gore-Tex 28.000 gram waterdruk aan. Ja. En een gemiddeld pak doet tussen de 5 en de 8.000 gram waterdruk. Dus daar zit nogal een verschil in. Ja, precies. Dus Gore-Tex is eigenlijk, kort samengevat, het summum wat je bijna in waterprotectie kan hebben. Als je elke dag rijdt en door flinke regen, dan moet je Gore-Tex pakken. Oké. Okay. Hey, maar de Gore-Tex wordt op verschillende manieren toegepast, hè, in textielpakken. Ja, ja, klopt. Je hebt eigenlijk drie manieren. Ja. Je kunt een pak tegen de Cordura lamineren met Gore-Tex. De Cordura is de buitenlaag, hè? Ja, de buitenjas. Ja. Dus dan wordt de Gore-Tex tegen de buitenwand van de jas geplakt. Mocht het nou regenen, dan loopt het hier helemaal vanaf. Ben je op vakantie, heb je de dag daarna de jas nodig, dan is dit gewoon super fijn. Oké, okay, dus deze buitenjas wordt eigenlijk gewoon die wordt niet doorweekt, zeg die maar. Wordt zeg niet je. Heeft dat ook nadelen? Het nadeel is van zo'n jas dat die iets kouder is. Omdat je minder luchtlagen hebt dan dat je normaal hebt met een drielaags jas. Ja. Het voordeel is dan weer als het regent, dan heb je geen waterlaag om je heen. Ja, dus krijg je het juist warmer. Precies. Dus oké, okay, zijn voor- en zijn nadelen. Dan heb je... dit is een losse voeding van Gore-Tex. Deze jas die is uitgerust met een drielaag systeem. De buitenjas, een inzetmembraan van Gore-Tex dan natuurlijk. Ja. En de thermolaag. Mocht het nou heel warm zijn, trek je de Gore-Tex eruit, trek je de binnenvoering eruit, zet je de ventilatie open. Dan kun je dus heel het jaar rijden met je jas. Ja, je hebt eigenlijk meer toepassing voor zo'n type jas. En die zit er eigenlijk tussenin, hè? Ja, mocht je nou iets goedkopers willen dan deze jassen die wat duurder zijn om te maken, kun je gewoon voor een vast membraan in de jas kiezen. Dat noemen ze een Z-liner. Kan die er niet uit, is die altijd waterdicht en altijd luchtdicht. Dus iets warmer, isolerender. Oké. Okay. Nou moet je een ding weten van Gore-Tex, dat weten wij toevallig, is dat je ook moet uitkijken met verwarming. Hè? En dan praten we ook over handvatverwarming, want je hebt ook handschoenen met Gore-Tex toepassingen en gewoon zadelverwarming. Zadelverwarming. Mocht je nou de verwarming aanzetten op standje maximaal, dan kan het zijn dat het water op de handvaten en op het zadel gaat verdampen en dan dampt het naar binnen toe. Dus je moet altijd oppassen dat je hem niet te warm zet, want dan... Dan werkt de Gore-Tex eigenlijk niet goed. Draait die membraan om door die waterdamp die door die gaatjes heen gaat. Ja, oké, okay, dus daar moet je ook op letten. Ja. Wat misschien mensen ook niet weten is dat je dat Gore-Tex best goed moet onderhouden. Waarom is dat? Ja, het is heel belangrijk dat je een Gore-Tex membraan onderhoudt. Die miljoenen gaatjes die hier in de jas zitten, die moeten gereinigd worden. Door de zweet en de zuren die aan de binnenkant gaan zitten en het water naar binnen gaan trekken, kan het zijn dat het membraan niet meer waterdicht is. Okay. Dus daarom wil je hem eigenlijk reinigen. Dat kan alleen maar met een speciaal wasmiddel voor Gore-Tex. Daar moet je niet zomaar een wasverzachter of iets voor gaan gebruiken. Nee, je kan hem niet zomaar even in je eigen wasmachine gooien. Nee, nee, het kan wel, maar dan staat er echt heel duidelijk in de jas dat hij in de wasmachine mag op 30 graden op een bepaald programma. Ja. Maar mocht je er niet aandurven, dan kun je altijd, als de jas bij ons gekocht is, bij ons terecht om hem te laten wassen. Oké, okay, dus gewoon de service die erbij hoort. Ja. Oké. Okay. Hey, en is Gore-Tex dan ook echt veel duurder dan een standaard in een textieljas een membraan zit, zeg maar? Relatief gezien is het wel iets duurder, ja. Een Gore-Tex membraan kan langer mee en omdat die jas van een hogere kwaliteit is, want ze pakken natuurlijk niet alleen maar het membraan, de ritskwaliteit van klittenband, de drukknoopjes en de stiknaden zijn ook beter dan bij een instapjas. Okay. Ja. Dus de hele jas die gaat erop vooruit, dus die gaat ook langer mee. Als je de jaren die je rijdt met die jas gaat afwegen tegenover de prijs, dan kom je ongeveer gelijk uit. Ja. Maar in die jaren rij je met een veiligere jas die beter waterdicht is. Precies, want dat is uiteindelijk de conclusie. Als een Gore-Tex in zit of op, je kan het zien, het staat erop, dan heb je ook echt een goede waterdichte jas. Zeker.